leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki. Ik ben Romy. En vandaag zijn we weer samen. Dus dat kan niks anders betekenen dan dat het een heel erg leuke video wordt. En heel veel drama. En we zijn natuurlijk weer op de mooiste plek van heel Nederland. Ja, als echt zo. Ja, maar het is wel gewoon. Het is hier gewoon wel prachtig. Ik denk dat hier toch wel de verzameling van de mooiste aquaria van Nederland staan. Ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Ik ben vereerd dat ik hier zo vaak mag zijn. Ja, precies. Maar jij doet hier het onderhoud. Ja! Dus vandaag mogen wij meekijken. Ja, hallo, je gaat aan het werk. Oh. Vandaag gaan we meewerken. Okay. Blijkbaar ga ik meewerken. Helemaal leuk. Ja, en wat ook super gaaf is. Jij komt binnenkort bij mij om een aquarium te scapen. Ja! Dus ja, dan snappen jullie dat we hier hardscape vandaan moeten halen. Ja, en planten. Ja. Zoveel planten. Ik ben hier natuurlijk eerder geweest. Dat hebben jullie ook al gezien in een video. Het is gewoon een snoepwinkel qua planten. Gewoon een complete snoepwinkel. Dat is beheer. Ik vertelde weer dat ik hierheen ging en zei dat ze weer komt daar niet meer weg. Je komt daar niet meer weg. Dan kan je niet volgende keer al dat beheer meenemen. Dan komen we helemaal niet meer weg. Maar ik denk dat ze dat wel heel leuk vinden. Ja. Nee, maar ja, eigenlijk weten we nog niet zo heel goed wat er in deze video gaat gebeuren. Maar het kan niks anders zijn dan dat het leuk wordt. Dus heel erg veel kijkplezier. Maar je bent bang. Nou, zo voelt het ook. Wat ben ik aan het doen? Ja, voordat je alles er al uitgevist hebt. Wat ik aan het doen ben. Er zit hier allemaal en kroos en Ricia of Rikia of hoe mensen het ook uit willen spreken. Voordat ze me daarop gaan. Ja, voordat ze me daarop gaan bashen, hoe je het uitspreekt. Ik weet het niet. Ik weet hoe je het schrijft. Maar, dat ben ik er allemaal even uit aan het vissen, want anders neemt dat de hele bak over. Maar het zit ook een beetje, zo klim even op mijn ladder, nee. Het zit ook in die varens en zo, ja. In die crypto balancé. Dus het is een beetje, zeg maar, elke keer halen we het ergste eruit en dan houden we het op die manier een beetje bij. Het is bijna een soort alg, hè, die Nikia. Ja, nou ja, het is gelukkig wel iets mooier dan alg, ja, dat is denk waar. Ik, maar het groeit zo snel. Ja. Ah, het is niet bij te houden. En als je het eenmaal in je bak hebt, krijg je het enorm uit. Nee, maar dat is eigenlijk bijna een beetje hetzelfde met kroos. Als je dat ook eenmaal in je bak hebt. Ja. Nee, ik heb 4 jaar geleden een keer een heel klein stukje gekregen van iemand. Dat vond ik heel leuk, want dat was een leuk plantje. Maar dat vond je heel leuk? Dat vond ik toen leuk. 4 jaar terug, ik had iets minder kennis. Maar laatst, out of nowhere, zat het ineens weer in mijn bak. Ook gewoon overal. Dat ik dacht, ja, even dus al die jaren gewoon nog 1 stukje in zetten. Ja. Ja, of het, ik weet niet, weet je, het is ook gewoon, het overleeft alles. Je gooit er een atoombom op, het overleeft. Ja. Weet je, als er 1 dingetje nog aan je netjes zit. Ja, dat hè. Het komt gewoon terug. Ja. Het is niet uit te sterven, dat spul. Niet te doen. Hoe groot is het aquarium eigenlijk? 2 meter. Oh, wauw. Maar hij is hoog dan? Ik weet eigenlijk niet precies hoe hoog moet ik kennen. Niet uit mijn hoofd. Ik kan het opzoeken of nameten. Maar ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Hij is wel heel gaaf. En het is, dankjewel, en het is de oudste bak hier. Oh, oké. Okay. Die het langs draait, zeg maar. Ja, met hoeveel je ook ziet, die buizen groeit natuurlijk niet zo snel. Ja, moet je kijken, jongens. Helemaal ingegroeid. Ja, en allemaal bloemetjes. Jullie zien het hier niet door de weerspiegeling, maar hier zit dus ook nog allemaal. Ja, het is een beetje moeilijk te zien. En hier moet ik dus eigenlijk ook even al die Ricia tussenuit plukken. Ja. Maar kijk dit, jongens. Allemaal boes. Dat is echt gigantisch. Voor de boesliefhebbers onder ons. Dit is echt, ik wou iets zeggen wat niet YouTube bestendig is. Ik hou mijn mond wel. Oh, je hebt alweer je mouw in het aquarium gehad. Alweer. Is gewoon mijn zwoksel. Dat is gewoon, zo loop ik er gewoon bij hier. Ah, deze kant is al droog. Nee, alweer, deze kant is alweer droog. Ja, precies. Ach ja, ach ja. Is mooi. Zo is natuur. Ja, op een gegeven moment let je er niet eens meer op. Oké, er is hier wat te zien los van de Rikia. Ja, ja, er zit echt wel wat onder hoor. Ja. Het is net een ui, weet je. Je moet hem afpellen, laag voor laag. En dan uiteindelijk zie je allemaal mooie boezem flandera's met bloemen. Ja. Uiteindelijk komt dat goed. Hij filmt wel. Nou, hallo allemaal, welkom. Wat we nu gaan doen is even de soil van het zand afzuigen. We willen natuurlijk dat het zand helemaal schoon blijft en dat het mooi wit blijft. Dus wat ik nu pak is een klein slangetje. Die ga ik vervolgens hier in het uiteinde van de grote slang stoppen. En het voordeel daarmee is dat je niet de hele tijd een emmer hoeft te legen, maar dat je gewoon in 1 keer door kan werken. Dus dat scheelt. Want dat loopt naar een put. Ja, we hebben deze slang loopt hier naar de put toe. En daardoor krijgen we gewoon dat het gewoon afgevoerd wordt. En dan hoeven we er niet echt zorgen om te maken. Dus ja, iedereen kent het afhevelen wel, denk ik. Kijk, hier een mond van water. Maar... Zo gaan, die doe ik dan hier in de grote slang.
Als het goed is, is ze nu al aan het lopen. Ja. En dan vervolgens gaan we gewoon heel simpel die soiltjes weghalen. Dat kun je ook met een magneet doen. Dit slangetje is eigenlijk net te dun voor de grote soilstukjes. Maar op deze manier kun je gewoon heel precies werken. En de kleinste afvaltjes verwijderen zonder dat je dus weer heel de bak wil verversen. Dus je wil natuurlijk een bak zo stabiel mogelijk houden en zo min mogelijk water er steeds uithalen, want op een gegeven moment gaat dat niet goed. Dus daarom doen we op deze manier het soil verwijderen. Ja, dus mensen die overal die witte straatjes zien en denken dat kan onderhoudsvrij, ja, je bent toch eigenlijk wel dit aan het doen om het goed te houden. Ja, het is bijna niet te doen om het helemaal wit te houden. Dat zand gaat ook een beetje verkleuren op een gegeven moment, natuurlijk door de alg die erop komt. Dat zie je hier al een klein beetje. Eens in de zoveel tijd halen wij dus ook of de toplaag eraf, of gewoon we verversen heel het zand. Maar echt de galerijen waar je ziet dat dat zand echt kraak en kraakhelder en schoon is altijd. Daar doen ze gewoon heel simpel dagelijks het zand verwijderen. Moet je dat graf hebben, maar ja. En is er dan nog een truc hoe je zo min mogelijk het zand zelf mee kan nemen, of is dat gewoon echt oefenen? Hier doen we gewoon vaak het zand dus verwijderen, omdat we dan die toplaag weer netjes willen krijgen. Ja. Dus ja, hier maakt het niet extreem veel uit als je het zand meeneemt. Als je het thuis doet, zou ik je aanraden om een heel klein slangetje te pakken. Want hoe kleiner het slangetje, hoe minder snel je natuurlijk het zand meezuigt. En je hebt ook van die opzetstukjes waarmee je alleen de soil wegzuigt en de poep en niet het zand. Maar persoonlijk vind ik die nooit zo heel fijn. Wij doen eigenlijk alles hier gewoon met een slang zonder opzetstukken. Dus hier ziet het soil gaat wel omhoog. Maar het zand blijft meestal redelijk liggen. Dus op deze manier kun je gewoon heel precies stukjes soil verwijderen. Als je hem schuin krijgt. Nee, we gaan geen zand meenemen. Lekker bezig, Dikkie. Ja, goed hè. Maar jij bent echt goed bezig. Maar het grappige is dat jullie blijkbaar zo bijhouden dat er eigenlijk gewoon niks zit. Goed hè? Ja. Ik weet ook niet wat ik al gedaan heb. Misschien, meestal ga ik zo van onder helemaal kijken. Ga ik bijna ommurken, zeg maar. En dan, als je dan naar boven... Oh ja. Zie je? Ja. Dan zie je wel wat. Maar ik ben zo bang dat ik zand laat krassen, snap je? Ja, ik doe het dus meestal met dat mesje, want ik moet er niet goed. Moet ik even kijken? Oh ja. Ja, goed hè? Ja. Kijk, zo leer je nog wel. Precies, precies. Wow, het is niet voor niks dit. Het is een win-win situatie. Dat is handig zo'n mesje, want dan heb je dat niet het zand mee. Snap je? Misschien moet jij er even bij gaan staan. Gewoon, ja, en gewoon commanderen dat ik het fout doe vooral. Ja, maar jij moet even aanwijzen. Hier is het vies. Hier is het vies. En dan schrijf ik dit aan. Heel serieus. Heel serieus. En de onderkant is ook schat. En van deze chaos gaan we gewoon even over naar rustige, heerlijke beelden waar jullie kunnen genieten van de aquaria bij Estes Garden. Thank you.
maar dit kan. Oké, okay, je bent aan het filmen? Ja. Ja, oké. Okay. Wat we kunnen doen, is een optie, hè, Nicky. Ja. Maar jij moet er tegenaan kijken, dus jij moet beslissen. Maar we kunnen kijken naar spiderwood. We hebben hier mooi spiderwood liggen. Het is misschien voor de 1 meter bak een beetje aan de kleine kant. Want ik hou gewoon van groot hardskin materialen. Ja. Dus, maar wat we kunnen doen, is dat we het met Twix of zo, dat we het net een beetje extenden. Ja. Dat gaat wat meer tijd en werk kosten, maar niks te verliezen. Nee, kan maar dat werkt inderdaad wel. En zo ja. Heb je dan een veel cooler stuk. Ja, dan, dat doen best wel veel skapers, dit combineren ja. Samen. Normaal zijn we niet zo van verschillende soorten stenen of verschillende soorten hout combineren, maar met dit, kijk, dit gaat hartstikke goed. Dit valt ook niet zo erg op. Nee, het is niet een heel erg groot verschil in structuur of kleur of iets. En het wordt alles nog donkerder natuurlijk in het water, ja. Maar dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar ja, dus of we hebben driftwood, hele ja. Mooie stukken. Dit, die zijn ook wel mooi. Dit zijn de stukken die uit de FIP Battle Tanks zijn gekomen. Echt ja? Ja. Wow, dus dit zijn dat echte, is gaaf. Hier hebben de FIPs van de wereld mee gewerkt. Ja precies, dus die vonden het FIP materiaal. Ja, kijk, er zit wel sommige, zijn echt mooie stukken hout. Zo. Er zit soms wel wat stukken foam op, maar je kan er en heel veel af. Pulken. Ja. En je moet daar gewoon doorheen kijken, want we kunnen er hele mooie planten op lijmen. Planten is sowieso de oplossing ja, voor alle problemen. Dat, want dat is een beetje een ding, ik had het thuis over, ja wat wil ik eigenlijk, want het ding is, ik kan niet hardscapen. Ik los alles op met planten. Dat is gewoon een lelijk stuk plant. Niemand die het ziet. Dus maar zo werkt het sowieso, want weet je wat het is? Het zijn allemaal natuurlijke stukken, hè? Ja. Dus je kan nooit, je hebt altijd wel een stukje dat je denkt van, eigenlijk, als ik het helemaal met de hand zelf had kunnen tekenen, nu kan ja. Ik niet tekenen, maar bewijs van, dan zou ik het net even zo hebben gedaan. Nou, dat kan je dus oplossen, of met details, dus met scapers, twigs, of kleine steentjes, of kleine dingetjes, of gewoon planten. Ja. Mos, boezeflandra, anubias, weet je wel, varentjes voor de grotere problemen. Problemen is een naar woord. Ja, maar voor de grotere uitdagingen. Snijvlakken of iets ja, dergelijks. Precies. Ja, precies. Ja, maar dit ook, dat foam, dat ga je er echt goed afkrijgen en ja, dat nu valt het op, maar straks in het aquarium, dan zie je dat niet meer. Komt helemaal goed. Ja. Dus we gaan even zoeken. We gaan even zoeken. Wat wil je hebben? Ja, een banaan. Hoe gaan we al, dus je zo moet met wat lijkt je leuk? Ga je het één hoek of een beetje die vieze? Heb je in een 1 meter genoeg ruimte om echt als vee te gaan? Ik denk het wel. Kijk, ik heb nu al eentje zo neergezet. Ja, inderdaad. Dit is nu even puur. Wat mooi, die zijkant waar je tegenaan gaat. De aquarium heeft natuurlijk een zijkant waar je tegenaan gaat. Ja, daar kunnen we hem tegenaan leggen, maar dat wil je eigenlijk ook voorkomen, want dan kan je niet meer schoonmaken. Oh, ja. Ik denk met jou mee, hè? Ja. Daar zit jij te kutten. Dat is wel heel slim, inderdaad. Ja. Ja, dit blijft staan. Blijft het staan? Ja. Oké, okay, en hoe hoog is hij nou? Hij maakt nu wel echt precies 90 graden. Dat is eigenlijk een beetje ugly, maar dat gaan we nog wel verdoezelen. Ja, ik kom nu op 80 centimeter, dus dan komt hij zo'n 20 centimeter boven de kaart. Dat is mooi. Dat is gaaf, ja. Als we dit dan even, zeg maar, zo van dit even verbloemen. Ja, plantje. Dat is vet hoor. En dan zou je hier. Ja, ik vind het echt een schattig, ik vind het echt een leuk stukje. Dan moet hij gewoon ergens bij. Ja, dan moet hij ergens bij. Oké, okay, eigenlijk vind ik het zo wel cool. Hier kan je ook nog een paar mooie. Ja. Planten hebben. The place to be. Ah. Even alvast een beetje kijken wat voor plantjes we willen hebben. Wat spreekt je nou een beetje aan, Nicky? Wat is een beetje jouw plantenfamilie? Alles. Alles? Ja, ik vind ook alles leuk. Vooral het combineren. Ja. Echt die anubiassen. Kijk, deze vind ik ook zo mooi, hè. Dat ronde blad. Och, daar grotere anubiassen. Ik hou het. Ja, die 2 meter die staat alleen maar vol met javavarens en anubias. Dat is zeg maar gewoon. Het is zo schattig. Nee, ik hou ervan. Echt. Oh, zoveel mooie spulletjes allemaal. Wat een soort ook, hè? En bloemetjes. Oh. Ja, dit is nog maar de eerste rij. Ja. Kijk, dit vind ik ook. Ik kan hier zoveel genieten, hè? Ja. Bolbietes, heteroclitten. Echt. Ja, die bolbietes moeten wel in. Dat is echt heel gaaf. En dat gaat ook passen bij de scape die we hebben. Ja, sowieso. Bolbietes mag niet ontbreken. Ja. Maar daar. Bolbietes, Lottie. Bolbietes, heteroclitten. Kijk dan. Heb je ooit zoiets schattigs gezien? Ja, dat is heel erg schattig. Ik hou de parva, dat is de parva. Ja, klopt. I love it. It's such a cute baby. En kijk, deze een beetje pink zijn. Oh jongens, ik hou hiervan, hè. Ja, crypto's zijn ook fantastisch, maar alles is fantastisch. Het is zeg maar dat ik hier elke dag ben, anders zou ik zo hebben worden. Nou, oké, niet elke dag, maar ik ben er wel vaak. En dan, ja.
Kijk dan jongens, kijk dan. Oh, deze is ook leuk voor het bovenwaterstukje. Oh, inderdaad, ja. Dat, ja. Die kan, ja, heel veel kan leuk boven water groeien, maar deze kan zowel epifytisch als in de grond groeien. Oh, wat cool. Dus dit is echt, en onder water, je kent hem wel toch? Misschien ja. Denk, ja, wordt een beetje roze voor de kijkers, hè? Ja. Beetje roze en ook wel een beetje deze vorm blad, maar wat roze-achtig en wat fijner, wat warmer van kleur. Ja, boven water is die zo. Ja. En dan kan dus zowel epifytisch als in de grond, dus dat is echt win-win. Super ja, dat leuk. Is ideaal. Zoiets kan ook leuk zijn voor de achterkant. Welke is dat? Cyperus. Oh, dat is. Ah ja. Ik herken hem even niet, immers. Oeh. Ja, dit is ook, kan ook leuk voor gedeeltelijk boven water, maar ik denk dat onze grond niet zo hoog gaat komen. Nee. In dit project. Nee. Goh, we moeten nog een paar projecten maken. Wat is nog meer? Ja, blijkbaar moeten we bij allemaal kijkers langs om te escapen. Ja. We kunnen wel een soort van groepsactie doen. Dat we gewoon komen met mensen thuis voor een mooi prijsje. En dan dan doen wij gewoon een YouTube aquarium inricht actie. Ja. Dan filmen we je huis, je gezicht, je aquarium en ons in jouw huis. En dan, ja, we zijn wel in te huren. Dus natuurlijk zijn wij in te huren. Wij zijn nu in zowel individueel als team. Ja, precies. Dat kan allemaal als team zelf zelf. Ja, dat is wel leuk. Dit is ook, jongens, dit wil je toch gewoon hebben. Dit wil je toch gewoon hebben. Ik blijf hier gewoon gelukkig voor. Ja, maar dat is altijd zo natuurlijk. Oh, we beginnen bij het Echinodorus. Echinodorus, ja. Ook oh, alles staat natuurlijk ook gewoon op alfabetisch ja, volgorde. Ja, ik herken hem nu inderdaad. Anubias. Anubias. Ja. En dan Bolbites. Cryptocorines. Echinodorus. Ja, Elogarus. Ja. En alles. Hydrocotyl. Oh. En de grote planten die niet pasten. De, wat? Dat zijn toch ook nog Echinodorus. Ja. Maar daar staan de moederplanten. Oh, dat zijn de moederplanten. Echt, ja, zullen we die even filmen? Ja. Die moet jij ook even. Die zijn, wauw. Kijk, die zitten in hele grote potten, hè? Oh ja. Oh, it's so pretty. Ik word zo gelukkig van, hè? Serieus. Kijk hoe mooi het allemaal is. Ook crypto's, echt in megapotten. Ja, maar dan is het voordeel ook echt, als ik hem 2 meter zou willen vullen, dan neem ik 2 van deze planten. Ja, maar kijk dan, deze zijn huge. Ja. Wat doe ik? Kijk hoe... Maar jouw varens zijn ook gewoon voor elk aquarium ooit fantastisch. Ja, varens? Of überhaupt varens? Dit is ook Microsorum. Ja. Weet je welke? Windelof. Ja, lekker bezig, Chickie. Ja. Kijk, de varens zijn altijd een goed idee gewoon. Oh. En hier zijn er al heel veel toegedekt. Ja, die moeten vochtig blijven? Ja, deze die staan er wat meer onbekend, deze soortjes, dat ze wel wat uitdrogen. Dus die staan gezellig onder hun doekje en dan blijven ze wat vochtiger. Dit is dan de smalle variant, toch? Of is het ook gewoon Microsorum? Dit is ook Microsorum. En je hebt hier Microsorum Petit. Oh ja. En hier heb je nog meer Windelof. Ik zorg petit en vingerloof en dan bijna een leeg dingetje, maar ja, hier wordt gewoon gewerkt en uitgepakt, dus dit is geen showroom. Nee, precies. Alhoewel het wel bijna, het is wel gewoon super mooi. Zijn mini bussen? Ja, ja, bus Flandra's. You love bus. Minis. En helemaal vooraan zijn nog die echt voorgrondkruipers, toch? Dat is echt heel, die hebben we vorige video, weet ik nog, die hebben we geskipt. Dit hebben we geskipt. Oh, yeah. Ja. Heliantes, Mont Carlo zijn vaak in Mikkeltenen. Die zijn zo schattig. Ja, cute, hè. Ja, je wilt het echt aan. Ja, het is echt zo. Ai. Ja. Hier. Oh, die. Op die manier erachter. Oh. Ik kan de hele dag wel gewoon shots van die plant maken. Ja, maar kijk dan hoe satisfying dat eruit ziet. Ja, maar echt toch? Wij zijn geslaagd, hè? Ik ben altijd geslaagd. Ja, okay. Ben jij geslaagd? Ja, zeker. Dat is mooi. Ja, het is hier natuurlijk qua hardscape, qua planten. Veel beter dan het wordt het niet, hè? Ik kan er niks anders van zeggen. Nee. Het is gewoon amazing. Ja, precies. Nee, dat is super gaaf. Ja. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken vandaag. Te kijken wat hier gebeurt. En natuurlijk het uitzoeken van de hardscape. Van een echte aquascaper. Nou, ja, toch best wel een beetje hoor. Nou ja, dus. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat ze ook gaan vinden van de volgende stap. Ja. Want wij hebben daar al heel veel zin in, natuurlijk. Ja.
En maar dat zien jullie in een andere video. Ja. Ik bedoel, tuurlijk, ik ga niet zo lief zijn om dat in dezelfde video te doen. Nee, nee. Nee, dan wordt het weer een soort marathon van 3 keer. Wij gaan ook even slapen. Ook dat nog, ja. Ja. Komt een ander keertje. Maar ja. Komt helemaal goed. Ja. Stay tuned. Precies. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet dan even geen duimpje omhoog te doen. En te reageren in de comments. En te abonneren. En te abonneren. Die niet vergeten. En deel hem even met al je vrienden. Of course, dat is belangrijk. En dan zien we jullie heel erg graag binnenkort weer terug. We ook. Doei!